baan. Dat mag ik hopen. Dat mag ik zeker hopen. Iedereen doet zijn best, toch? Dames en heren, jongens en meisjes. Al 471 afleveringen bestrijden wij achtbanen tegen het onrecht en het kwaad. En in deze aflevering gaat dat veranderen. Want we gaan vandaag achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Eigenlijk verandert er niks. Maar leuk dat jullie weer kijken. We gaan weer vandaag knallen. En de eerste mail komt van Joey. En Joey zegt het volgende. Hoi Vincent, hier heb je mijn nieuwe pretpark. The Great Wild Woods. Hierin bevinden zich 2 of 3 coasters. Het is maar net hoe je het bekijkt. Oké. De eerste is de Woodsall. En de tweede is de Big Bad Wolf versus de Black Bear. De Woodsall is een kerstlauwe spinning coaster. Deze achtbaan is gemaakt voor de ruige kleine kinderen die al wel wat aankunnen. Hierbij spinnen door het bos waar ze al het hout gaan kappen. De Big Bad Wolf, dat moet wolf zijn, versus de Black Bear, is een dual rocket coaster. Deze staat garant voor een snelle en spannende duallerende rit door het bos. Wie gaat er winnen, de wolf of de beer? Ja, dat is even de vraag. Maar we gaan in ieder geval even kijken naar jouw project. En jouw eerste project heet dus The Great Wild Woods. Het wordt een gelanceerde achtbaan. En met die bochtjes gaan we hier richting de lancering van een snelheid van, 100 kilometer. Ik denk het bijna wel. Althans, ik gok het, want ik weet het helemaal niet zeker. Maar ik gok het eigenlijk altijd. En door de mist knallen wij binnen enkele seconden. Daar gaan we al richting de 100. Oh, 86. Jammer dat hij niet even nog net 14 kilometer harder ging. Want dan had ik het namelijk goed geraden. Oh, dat vind ik gaaf dat die treintje zegt. Maar is het een andere achtbaan? Of is het zeg maar... Oh, dit is gaaf. Dit is heel tof. Ik weet niet of het nou een andere achtbaan is. Of het is misschien wel... dezelfde achtbaan, maar met geblokkeerde remmen. Dus dat er eigenlijk meerdere treintjes verspreid zijn over de baan zelf. Oh, maar dit is heel goed getimed. Wauw. Jammer dat de omgeving wel een beetje hier en daar ontbreekt. En dan heb ik het over de natuur. Maar hij gaf volgens mij een paar errors. Dat hij bestanden miste, zoals bloemetjes, bomen en dat soort dingen. Dus eigenlijk horen die wel hierin te staan. Maar het wordt helaas niet ingeladen. Omdat er dus een error was, omdat hij die bestanden niet kon vinden. Dus eigenlijk moeten we hier een hele mooie omgeving zien. En dat zien we nu niet. Dus ik neem dat wel mee in de beoordeling. Althans, ik neem mee in de beoordeling dat het wel geteamd is. Wat zien we hier? Even kijken. Nou, dat is de tweede achtbaan. We zaten net in die linker en nu gaan we in die rechter. En ik snap wat hij nu bedoelde met van... Het zijn 3 achtbanen, maar eigenlijk horen deze 2 bij elkaar. Dus, maar ik zie het wel als 2 aparte achtbanen. Dat zeker. Ik zit nog steeds in de verkeerde. Wacht even. Ik moet natuurlijk wel in de goede gaan stappen. Eventjes eruit met E. En ik wil in dat karretje, maar blijkbaar pakt hij hem niet. Wacht, als ik nou hiervoor sta, dan moet hij toch juist, hè? Kijk, dat gaat allemaal goed. Dan gaan we even wachten. Ik zal de tijd vooruit spoelen. Grappig, ik zie de spinning coaster al in de verte. Leuk, op zo'n heuveltje gebouwd. Maar ja, je mist inderdaad wel even natuur. Maar zoals ik al zei, dat laat hij dus even niet in. Dit vind ik gaaf. Je gaat er boven langs en dan in één keer naast elkaar... En zal die ook tegelijkertijd gelanceerd worden? Deze staat net iets verder naar voren. Daar gaan we hoor. 3, 2, 1 en go. Dat was een hele slechte timing. 3, 2, 1. Yes. Hij gaat net iets harder of eerder. Maar deze gaat wel wat sneller. Althans, we werden nu met 88 km per uur gelanceerd. Het is maar een verschil van 2 km. Maar toch, hij is toch wel iets sneller. En volgens mij is hij ook wel wat ruiger. Omdat hij wat scherpere bochten heeft. En ook qua inversies gaat hij voor mij wel wat ruiger dan die hiervoor. Maar het kan ook aan mij liggen. Nee, volgens mij gaat deze wel wat ruiger, ja. Nou weet ik niet of dit een wolf is of is dit dan de beer. Dat staat niet goed duidelijk vermeld. Maar ik vind het wel een hele toffe, spannende rit. Nou vind ik die hiervoor wel leuker en beter dan deze. Ja, maar toch ga ik deze achtbanen apart beoordelen. Logisch ook. En ik ben het natuurlijk weer vergeten, net als altijd. Ik vergeet het heel snel, omdat ik gewoon lekker door wil gaan met achtbanen bestrijden. De eerste achtbaan krijgt voor mij, even denken, ja, we doen gewoon 5 tonnetjes. Gefeliciteerd. En die andere achtbaan, die ernaast zat, geef ik toch maar eventjes 4 tonnetjes, omdat ik er gewoon wel wat minder vond. We gaan door met de spinning coaster. Daar staat hij gereed voor ons. Klaar om ook weer te bestrijden natuurlijk. Poortjes staan open. En waar ga ik zitten? Ja, je zit tegenover elkaar. Dus nou ja, ik ga gewoon hier zitten. Soms heb je ook wel eens dat je met de rug tegen elkaar zit. Maar hier kijk je dus elkaar aan. Net als bij Vicky the Ride. In Plopsa
De Plopsa Co. Ja, daar heb je ook zo'n attractie. En die was leuk. Die was ontzettend goed. Een hele leuke achtbaan. Een goede aanwinst voor een van de Plopsa parken. Nou, we gaan vertrekken. Want de poortjes gaan dicht. De beugels sluiten. Oh, dat zit wel lekker strak weer. Maar ja, beter te strak dan dat we dadelijk eruit vliegen. Nou, denk ik om... Nou ja, het gaat om een ruige achtbaan. Een ruige kinderachtbaan. Dus misschien heb ik hem wel nodig, die beugels. Ik wou eigenlijk met mijn stoere mond zeggen van... Nou, hè, we hebben helemaal geen beugels nodig bij een kinderachtbaan. Maar aangezien die wel wat ruiger is... Is het misschien wel een beter idee of een beter plan... om die beugels gewoon netjes te sluiten. Met 8 kilometer gaan we hier richting de berg. En volgens mij gaat hij nog wel redelijk hard inderdaad. En daarom zegt hij waarschijnlijk dat het gaat om een ruige Gerslauer spinning coaster. Nou, daar gaan we dan. Bovenaan de berg, naar beneden. Een snelheid van, wat zal hij halen? Ik denk 60 wel, max. Maar dat weet ik niet zeker. En dat denk ik omdat hij het namelijk ruig noemt. En dan denk ik dat hij net over de snelheidlimiet gaat van een kinderachtbaan. En daarom denk ik richting de 60. Maar hij heeft het nog niet gehaald, de 60. Rond de 50, maximaal 55 geloof ik. Nou, hier krijgen we dan een rustmomentje. Maar ik vind het wel een heel leuk baantje. Maar inderdaad, het zijn wel wat ruige elementjes. Vooral die bochten die we hier krijgen, een beetje die lost gravity bochtjes. Helemaal naar de buitenkant. Dit zijn ook leuke elementjes. Leuk, leuk gedaan zeg. Wauw. Ik vind het een hele mooie compacte rit en ik hou hier wel van zulke achtbanen. Alleen nogmaals heel jammer dat ja, de omgeving een beetje ontbreekt. Nou, dan komen we bij het einde. Wauw, ik vond deze zeker 4 dikke tonnetjes waard. Gefeliciteerd. En we gaan snel door met de laatste mail voor deze aflevering. Het gaat snel, hè. Hallo Vincent, hallo Chris. Ik heb mijn best gedaan op deze achtbaan. Dat mag ik hopen. Dat mag ik zeker hopen. Iedereen doet zijn best, toch? Althans, misschien zijn er ook wel mensen die gewoon een troll-achtbaan maken en die dan niet echt de best doen. Dat zou kunnen. Er zit ook muziek bij, dus als je die wilt horen moet je wel even je geluid aandoen. Ik vertel je wel dat het een stuk beter is met de muziek, anders kan de achtbaan een beetje raar zijn. Oké. De snelheid moet je raden. Het kan zijn dat sommige objecten niet laden en dat er dan een stukje kaal is. Gestuurd op 1-3-2018. Dit is mijn tweede achtbaan die ik gemaild heb. De vorige was dat enorme korte mailtje in aflevering 383. Groetjes van Chris en deze achtbaan heet de Chrisburgia. Maar... belangrijk, even zo'n koptelefoon op mijn harsjes. Wat zien we daar? De Zijndum. Ik weet niet wat Zijndum is, maar misschien is dat wel een alternatieve naam. Of misschien is dat de naam van de achtbaan en is dan Chrisburgia misschien wel het parknaam. Ik vind het wel een hele opvallende achtbaan qua kleurgebruik. Maar het ziet er heel strak vet uit, ook met die looping. Wauw, oké. Ik ben wel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. De poortjes gaan open. Ik ben precies op tijd. Heerlijk is dat. En ik denk, omdat hij zegt dat het op muziek gaat, ik hoop dat het geen copyright muziek is. Ja, de achtbaan heet Zijndum, zoals je ziet. Ben ik benieuwd. Ik denk dat het een soort voorshowtje is en dat hij gewoon echt op de muziek gaat. En dat je af en toe stilstaat in de baan en dat daardoor een beetje raar is als je geen muziek hoort. Ik denk dat dat het idee is. Ik hoor de deurtjes gingen klapperen. Ja, ik hoor muziek. Oh, wat schattig. Met 30 kilometer gaan we naar boven. Dat is best wel snel. En de snelheid moet ik raden. Ik denk toch wel een 75 kilometer. Omdat we al zo snel worden opgetakeld. Het voelt bijna als een lancering. Denk ik ook dat we best wel een snelheid krijgen als we naar beneden gaan. 75 denk ik. Of valt dat wel mee? Dat valt nog best mee. 66 kilometer per uur. Hoe kan hij dan die looping halen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vind het hele toffe muziek. Een beetje avontuurlijk. Ja, dan kunnen we kunnen nooit die looping halen. Er moet gewoon een lancering in zitten. Dat kan bijna niet anders. Dus ik denk dat we dadelijk wel een 80 of 90 km per uur gaan halen. Oh jee, daar gaan we hoor. Ja, daar is de lancering. Oh jee. Oh, gaaf met dat poortje daar. Ik denk dat we nu wel de 90 km halen. Hoppakee. Awesome. Hoor dan die muziek. Wordt nu spannender en harder en epischer. En ja, heerlijk. Kijk eens. Dat was een vloeiend stukje met de kurkentrekker en de looping. Het is een beetje muziek uit Brave, weet je wel? Niet dat middeleeuws, maar ja, een soort van wel. Een beetje middeleeuwsachtig. Een beetje uit de riddertijd misschien. Ik vond het heel gaaf. Ik vind het een prachtige coaster. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Een hele mooie layout. Strak gedaan met inrangeren. Lancering erin. Soepel baantje. Fantastisch. Ik vind het zeker 5 tonnetjes waard. Gefeliciteerd. Met je Chrisburgia, oftewel je Zijndum project.
Vond je dit nou ook een leuke video? Laat wel even een duimpje achter. En laat ook even weten wat je van al die 8 banen vond die we vandaag hebben gedaan. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van natuurlijk No Limits. En misschien gaan we een keer wat anders doen dan 8 banen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Dan moeten we wel een hele andere video krijgen of een of andere flat ride doen of zo. Ja, dan hoeven we niks te bestrijden natuurlijk. Doeg!